Hallo allemaal, dit is alweer de derde post over ketogene dieettherapie. Mijn naam is Alice van der Lauw en ik ben als onderzoeksdiëtist verbonden aan het ketoteam van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. In de vorige video's ben je al meer te weten gekomen over ketogene dieettherapie als medische dieetbehandeling. Maar in deze post heb ik eigenlijk alleen een hele leuke mededeling, namelijk dat het op 28 juli ketogene dieet haar 100ste verjaardag viert. Want op 28 juli in 1921 presenteerde dokter Geijelin van de Mayo Kliniek in Amerika de resultaten van zijn onderzoek waarbij hij 30 patiënten met epilepsie behandelde met een vaste dieet. Dat wil zeggen, wel drinken, maar niet eten. En 90% van zijn patiënten werd aanvalsvrij. Nou, die resultaten van het onderzoek waren revolutionair en vormden de basis en het startpunt voor de ontwikkeling van een dieet dat vaste effect nabootst. En dat kennen we heden ten dagen nog steeds als het klassiek ketogeen dieet. Sindsdien is er veel gebeurd en vernieuwd. Er is veel onderzoek gedaan en er zijn veel nieuwe dieetversies en ook minder strenge dieetversies ontwikkeld. En ook kan het dieet nu worden toegepast bij alle leeftijdscategorieën, dus van pasgeboren kinderen tot volwassenen. En door de jaren heen, door het onderzoek doen en de praktijkervaring opdoen, zijn we heel veel te weten gekomen. Maar helaas hebben we nog steeds niet kunnen ontrafelen en weten we nog steeds niet wat het nou precies is dat het dieet op de epilepsie werkt. Maar wat in de afgelopen 100 jaar niet is veranderd, is dat het dieet intensief is en dat het veel inzet vraagt en dat het ook vervelende bijwerking kan hebben. En om die reden is het heel belangrijk dat het onder medisch toezicht plaatsvindt. Verder is het ook heel belangrijk dat wij als ketoteam steeds op zoek blijven naar mogelijkheden om de toepassing van de ketogene dieet te vereenvoudigen en aan te passen, zodat we het beschikbaar kunnen krijgen voor meer patiënten dan nu het geval is. Eigenlijk kun je zeggen, we weten al heel veel, maar er is ook nog heel veel onbekend. Wanneer u nou meer te weten wil komen over ketogene dieettherapie en u zich bijvoorbeeld afvraagt of het iets voor uzelf of voor uw kind is, kijk dan vooral voor betrouwbare informatie over de ketogene dieettherapie op de website van Epilepsiefonds, maar ook op die van patiëntenverenigingen zoals Charlie Foundation in Amerika of Matthews Friends in Engeland. En een leuk nieuwtje heb ik dan ook nog, dat we sinds kort ook een Nederlandstalige website hebben van Matthews Friends Nederland en Vlaanderen. En daarop vindt u ook een overzicht van alle expertisecentra in Nederland en Vlaanderen waar u terecht kunt voor deze behandeling. Het allerbelangrijkste is, bespreek dit vooral altijd eerst met uw neuroloog of kinderneuroloog. Maar vooral, doe ons een plezier en deel de video's met iedereen die erin geïnteresseerd is. En dan rest mij alleen nog te zeggen, dank u wel voor uw aandacht en hopelijk tot ziens. Dag!